Ja, Opsporing Verzocht is natuurlijk het landelijke opsporingsprogramma van de politie. Maar we hebben ook collega's bij de regionale omroepen. In de regionale opsporingsprogramma's van zowel Rotterdam, Utrecht en Noord-Holland werd onlangs gezocht naar deze man. Een hoogbejaarde vrouw uit Soest wordt bestolen. Bij haar pinpassen, codes en een paar duizend euro contant geld stelen. Je moet het lef maar hebben. En in korte tijd wordt met die passen een aantal malen gepind. Wat is er nou aan de hand in deze ene zaak dus? Afgelopen zomer wordt een mevrouw van 89 uit Soest gebeld door de bank. Of ze even wil kijken of ze daar bankpas nog wel heeft. Want er wordt opeens abnormaal veel geld van de rekening opgenomen. Klopt dat wel? Nee dus. Mevrouw ontdekt dat ergens de voorgaande dagen iemand haar huis moet zijn ingeslopen en dat er in een kast is gerommeld. En een tas met zowel haar contante spaargeld als haar bankpassen en helaas ook haar opgeschreven pincodes zijn weg. Nou, de passen worden natuurlijk meteen geblokkeerd, maar dan is er door vermoedelijk een en dezelfde man al een fortuin mee opgenomen. En dat doet hij dus in verschillende provincies. Vandaar dat we u allemaal willen vragen of u misschien herkent. Na de insluiping bij de dame in Soest ergens tussen 9 en 12 juli afgelopen jaar duikt in de vroege ochtend van 12 juli in Diemen deze man op met haar pas. Ondanks zijn dichtgeschorde jas en de zonnebril is, als hij gaat pinnen bij twee banken, duidelijk te zien dat het om een donkergetinte man gaat. Omdat zijn 89-jarige slachtoffer op dat moment nog steeds niet doorheeft dat ze is bestolen, kan vermoedelijk dezelfde man later die dag ook nog in Rotterdam shoppen. Hier koopt hij bij de Mediamarkt een laptop van mevrouws geld. Ook nu is niet zoveel van de man zelf te zien. Wel dat hij niet zo groot is. Zijn pet met wit logo. Maar dankzij die opvallende rode Mediamarkt-tas achterhaalt de politie hem gelukkig op beelden van het casino waar hij daarna naartoe gaat. En wanneer hij hier met die rode tas langsloopt in het Roman Casino is een belangrijk detail van hem te zien. Hij lijkt volkomen kaal. Als hij later, de volgende nacht, weer gaat pinnen, komt hij gelukkig nog beter in beeld. Naast zijn zonnebril en het opvallende Kenzo Paris-petje is er nu zoveel van zijn gezicht te zien dat we hopen dat iemand hem nu vanavond alsnog snel herkent. Let op zijn beetje vooruitstekende bovenlip. In juli had hij dus een kaal hoofd en een ringbaardje. Dat kan hij inmiddels hebben afgeschoren. Deze man neemt dus binnen 25 uur in Diemen en Rotterdam duizenden euro's op van de rekening van een 89-jarige vrouw uit Soest. Enig idee wie hij is? Geef alles door wat misschien kan helpen bij de tiplijn of als u dat prettiger vindt bij Meld Misdaad Anoniem.